Ik weet niet waarom, maar ik had zin om terug te vloggen. En we zijn on a girls trip. Met Jeroen, de driver. Onderweg naar Brussels Airport. We zijn er binnen 10 minuten. Het is 3:15, we hebben nog niet geslapen. Ik ben een beetje opgebleven, ik heb een beetje gewerkt. Jeroen is Palm Royale aan het kijken. Wakey wakey, ayot. Ja, amai, dat was de beste serie van het jaar. Ik ben heel obsessed. Ik ken, ken al 3 mensen verplicht van te kijken op Apple TV. Maar kijk, we zijn hier in Brussels Airport. Onze vlucht is om 5:15. En ja, waar gaan we naartoe? Naar Kos. We gaan naar Kos, want Jeroen is vorig jaar op een solo trip geweest en ze vonden het zodanig amazing dat ik heel convinced waren van lustert. Ja, ik ga mee naar Kos. Zeker de moeite. Dus ja, de biezen zijn gepakt. Dus ik kijk hier nog zo'n stoppeentje dat wel. Het zou best een vent. P3 moet ik kennen. Is dat is veranderd. Ja, holiday. Normaal is dat Oeie, dan voor, nee, dat is, dat is inderdaad nog dat. Ah, reservation zone. Hier toch een reservation. Ah, ja. Maar ja, maar nee, maar... Jawel, hé. P3, dat is, ik ken de P3 holiday week. Hey, de P3 gereservation. Dat is veranderd, ja. Ja. Ah, wel. En wat pijs kan je dat zien, hé. Normaal moet die slagboom van het zaal stoten gaan. Ah, kijk. We gaan dat direct zien, hoe dat hier marcheert. Dat stoten niet, ja. Allee, kan ik dat... Hier. Ja. Oh, ik krijg daar weer stress van, hé. Waarom moet je dat niet stoppen? Ik weet dat niet. No permission for this car park. Take a ticket. Ja. Ik denk dat je moet gaan naar de, waar er staat, reservation zone. Allee, ik zie weer weg. Ah, we zijn weer voort. Ja, want inderdaad, vroeger reken ik wel aan... Allee, anders reken ik wel aan Dona ben. Bon. Dat is hier alweer heel veranderd. Allee, door niks. Oei, ik snik je ding aan toen niet meer, niet? Ja, en staat al op camera. Ah, mooi, kijk. We hebben alleen maar handbagage. Dus hebben we niet. Maar de reservation zone, daar moet je toch heen. Het is de holiday dingen dat we gewoon hebben. Ja, maar alles is hier holiday, want we zijn allemaal op holiday. Ik zweer het, klinkt dat. Probeer gewoon die reservation zone. Ik zweer het, het is de P3 dat ik geboekt heb. Ja, maar ja. Weet je wat, we weten al die parkings interconnected op de grond, hé. Dat weet je niet. Ik kon hier in het middelen staan. P3, holiday booking. Ah, maar kijk maar, probeer het gewoon, reservation zone. Dat is misschien ook een holiday zone, hé. Maar voor de reservations... Allee. Doe dit wat. Nee. Maar kijk, wacht, hoe moet je dat doen? Er is daar een ding. Op de bevestigingsmail van de reservatie vindt u bovenaan uw QR-code. Scan de QR-code zoals aangegeven. Maar gaat dat... doe dat op een bladje. Ja, maar ja, kan ik geen bladje? Wat? 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 Wait for the signal. Take your ticket. En enter. En probeer dat een keer te geven nog een keer. Maar niet... Ja. Ja. En hebben we de app? Nee. Dat is hier al niet simpel. Ik zeg dat al door. Ons eerste avontuur begint. Ga ik weer een keer mee. Waarom noemt dat dan de reservation zone? Nou, ik weet dat niet. Maar ik... P3 was dat. Ah ja, ik ga ik weer een keer mee als ik er niet in een clue in. Ja. Oh, ja. Oei, dat is echt... hier niet goed, hé. Oh. Maar dat je doet. Ik zie zij er weg. Allee. Dat is dan nog een auto ook. Ja, ja. Oh. Wat? Maar, ja. Pak nu een ander. Nee, doe dit. Ja. Die event steekt hem ook in dat spel. Kijk, hier. Weet je wat, hé. Hoor dat op. Hoe zit dat hier? Met reservatie, automatisch ticket bij. Ah. Ja, maar nee, niet in, niet doen. Nee, ruit alsjeblieft niet in. Wat? Dat is een ticket voor de zonder de reservatie. Heb je daarop gedrukt? Nee, maar ben je dat dan mijn boeking? Ah, ja, oké, rijd erin, rijd erin. Rijd erin. Mijn strategy zit hier niet in een doos van Adin Merabi. Ik zeg een ND, we gaan dat verstoppen. Verstoppen en we gaan die vulle sok van haar daarop leggen. Ze gaan het dan pezen. Vulle sok, we gaan dat zeker niet aankomen. Nee, inderdaad, zie. Kijk, ik ken het mijn zak, ik heb haar onderzak gezet. Ja. En dan zag haar wat er voor het. Ah ja, maar kijk dat weer eens uit. Ja, maar nee, rol, nee, rol. Je moet hem rollen. Ja, Karintje, ja. Maar dat doen. Wie zijn Luc en Karin? En ik ben Karin. Wat? Stilly. Oh nee, je had dat moeten dragen. Dat zit niet in de service en begreep me. Allee! Weird.
zijn nu schoor. Allee! Oh no, zeg. Dat is massa schoor. Het is zo mee dat ik erop zit. Ja, kom. Heeft dat hier. Ja. Mijn schoon zak. Hoor je dat, de slippertjes? I love it. The sound of happiness. Kijk die karren gevoel. Ja, hé. Doe je dat goed? Ja, kijk naar alle vakantiekleurtjes. Wow. Het is nooit die hem doet en het haalt die telt. Picture of a picture. Oké, we hebben de beers. Wat is dat? Ik heb straks iets nodig. Ik wil graag een podcast opnemen op reis. Ik heb mijn haar gekruld, het is al uit de krul. Ik ga me straks een beetje beige sminken. En we zitten hier net aan de electronics, want ik wou een microfoontje voor op mijn iPhone. Voor een podcast op te nemen straks op reis. En Sharoon is achter de bagels en de beer geweest. Taste test, ja. Ach, er is toch iets nostalgisch aan dat vloggen, hè? Oh. Dat is ja, like, uit een andere tijd. Zo'n kuim. Eerst, je wilde zo graag eerst. Het zit eerst tussen manifesting, hè. Kijk, en hier. Good vibes, you look good, staat yes, er daarop. Merci, we zijn meneer. Dank u wel. Heb je de menu nog gelezen? Wat er nog op de menu staat, op de kaarten? Bedoel je? Het is in de gate, hè. Mag je nu een klein dutje doen? Ben je sleepy? Nee, wat zei je? Ja, een beetje slapen? Ja, ik weet het. Een dutje doen. Met die barman? Ja, dat was hier toch. En je wilt hier ook. We zijn in Kas. Ik heb daarnet allemaal brillen gepast. En dat was een super mooie Dior-bril. En ik ging hem meedoen. En dan zegt ze, ja, maar I don't have the box. En ik dacht, ja, ik wil wel de box. Ik wil like, de full... De full experience. Ja, de full packaging. Hallo. Discotheek. Oh. Ah, dat was in die slides. So, well, the right, we hebben een tennis court. Dat is echt wel mooi, hè, die bergen. We zitten in de kamer, we hebben even onze vacay clothes aangedaan. Ik heb snel gedoucht. Sharoon is fully in de glam. We kunnen niet reserveren. Via de app, omdat alles vol zit. Dus we gaan even gaan babbelen met de concierge. We liggen aan het zwembad. Dus we hebben nog een bedje gevonden. En we zijn een mojito gaan halen, maar ik weet nu niet of dat... Die camera ziet ons eigenlijk. Het is hier wel geen muziek, dus het is met het chill van de vogels te doen. Wat vind je van de muziek van de vogels? I love it. You love I love it. The birds and the bees. We hebben dus massa chance gehad onze kamer om als... ja, ready. Want we zijn toegekomen om 10 uur, onze camera is al klaar. Nog een extra kamertje, dat is super handig voor al onze spulletjes. Of moest Sharon hierom een keer tussenkomen met een lover? Dat is er een beetje afzonderen. Het enige is, alles is hier al in, maar je moet wel de restaurantjes reserveren. En er is nu nergens plaats. Ah, onze vriend Giorgio's gaat dat fixen. Ja, we gaan dat regelen, dat lukt. Ja, dat lukt. We zijn alles aan het manifesten. We zijn alles aan het manifesten. Alles aan het manifesten, tot nu toe is gelukt. Ja, ik ga een mega schone bril manifesten. We gaan dat wel vinden. Maar liever geen bril dan een bric-à-brac bril. Dat was een bril van bijna 500 euro. Wow, en jawel, hè, dat was een super duur. Maar dat is, al die bril met die fijne montuurtjes zijn altijd duurder. Nee, Dior? Nee, wij. Santé, zeker niet. Ja, nee. Dus daarmee. En ja, ik met die... nog geen dozen kunnen ja, hij dan nog geen dozen en ik wil dan een strek rond ook eigenlijk. Dus ja, bij deze mojito's. Grapes. Ja. Taste test. Dat gaat sowieso massa's goed zien. Het is een Caesar crepe met bacon, chicken. Cheese. Mais. Maar ja, hier zit er nog niet veel in, hè. Ah ja, oké, maar we zijn aan het wachten op de rest. En? Ik ga er een rood stuk. Kijk. Ja, heb je te zien? Goed wij. Ho, taste test. Ja, het is wel goed wij. Ik haal hier af. Ik hou een beetje mijn schouders bruin en mijn boebesitas, maar... Ja. Wat? Ja. Is dat weer in de schaduw? Of niet? Nee. Gewoon veel zon, moet er niet meer zijn. Gewoon lots of zon. Ja, lekker hoor. Terwijl, nog een grote portie is, hè, meneer. Ik zou echt oud koud naar die van. Dat ja, wel, hè. Die is echt eigenlijk de perfect brand ambassador. Ja.
zakken. Een beetje meer kruiden moet ik wel doen. Pepper, salt. Ja, ja, weet je wat ook is? Het is gratis, dat is sowieso bij jou blij. Mm. Anders kun je nog zeggen, ja, voor, dat, voor die prijsklasse of dat of dat. Mm-hmm. Maar, ja, voor hier. Sharuni is daar aan het douchen. Oh my god, we hebben de hele tijd in de zon gelegen. We hebben ook zo nog geen 2 uur geslapen vandaag, sowieso niet. En ik bedacht mij ook die brillenwinkel. Volgens mij waren dat geen echte brillen. Dat kan toch niet? Het kan niet dat het fake is, want het is zo'n officiële winkel in een airport. En die had echt ook zo er waren heel veel brillen van Max Mara en Tom Ford. Plots zei ze van, would you like to see some more glasses? En dan dacht ik, ja, toon een keer je bril dat je zo wil tonen. En dat waren, kijk, in een schof, maar dat kan niet. Dat kan in een schof zitten, nee. Dat kunnen echte brillen zijn. Dat waren like 8 of 10 brillen per schof. 2 schoven, zo los in dat schof. Maar dat kan. En allemaal dat ze, I have... Dior, it's just in, it's this and that. En er zat een super mooie bril bij van Dior. Het is die dat ik ging kopen en zat het doosje niet. Maar ze zat, het is super nieuw binnen, we hebben het doosje niet. En ik mocht er ook geen foto van maken. Maar dat snap ik misschien, was ze niet wel dat ik het ergens anders koop. En ze is ook zo, there's camera security here. En ik zo, ja, like, freaking sue me, omdat ik een freaking foto trek van die bril. Hoe kan dat nu dat je brillen binnengekomen zijn, maar de doos niet? Dat is weird. Ik ben zo blij dat ik het niet gekocht heb. Het was zo mooi, maar heel raar. Hoe meer dat ik erover denk, hoe meer dat ik overtuigd ben van het feit dat het geen een echte bril was. Als je met die merken werkt, heb je toch gewoon 8 à 10 brillen of zo, of toch 5 brillen van dat merk. En niet zo een paar brillen in het hoofdje van dit of dat. Het was ook geen officiële sunglass hut of zo. Ik ga het even opzoeken. Dan ga ik even rotten op dat bed. Ja. Hé, dat waren voor eerst valse brillen, hè? Ja, dat waren sowieso valse brillen. Maar ja, wat weet je niet. Want eigenlijk was dat wel een lekker winkel, hè? Ja, ik ga het even opzoeken of dat dat... Even opzoeken, airport, sunglasses, ja. Kos. Wat weet dat al de keywords. Ja, maar het feit dat er daar geen box van was... Ja, maar wat heb je dan freaking gedaan met die boxen? En wat komen die brillen dan toe? Ja, voilà, dat is het. Dat is een raar dingetje. En een doos of wat, met de... Bubble wrap. Ja, nee. Best zijn dat niet gekocht. Rare vibes. Kijk, Emma, ben er nogal heel een dag aan het bezen. Allee. Je ziet dat ik bezig ben met de echte belangrijke dingen in het leven, niet? Hotel haardrogers. Oh my god. Dat doe ik zee. Dat gaat nooit lukken. Natuurlijk gaat dat niet lukken. Moet ik er een beetje aan blazen? Zit dan mijn poeder in? Ja. Maar laat het stellen. Oh nee. Oh. Ja, en dan zo, hé. Oei, maar dat klinkt echt lekker dat jij op dat moment gaat ontploffen. Dat klinkt alsof hij elk moment gaat ontploffen. Amai, ja. Ja, wauw. Amai. Wij gaan even, voordat we ons echt klaarmaken, een keer kijken naar de vibes. De manifesting vibes voor onze future travels en life in general. Oh ja, absoluut. Ja. Wacht, hé. En wat ging ik zeggen? Dat, voor jou, met je big ass tit. Kijk, we zijn klaar. We zijn de OO titties. We zijn een beetje matchy. Ja, mooi. The colors are vibing. Sharoon heeft geen trui mee. Nee. Maar wel de face cards. Hoeveel graden is dat nu nog? In de face card, never declines. We gaan in de, waar gaan we gaan eten? In de main restaurant. De main restaurant. Ja. We gaan een keer, zaterdagavond gaan we een keer een stapje in de wereld zetten. Ja. Het is even de reden om het naar het centrum. Maar we will we gaan do dat. Doen. We zien hier nu. En we zien hier nu. Toon een keer je outfit. Draai een keer voor de meisje. Schoon hem, hè. Hij is hier lekker zo een fris muntje. Hij is hier lekker een Hollywood. Mijn kleur van ons past wel heel goed. Ja, en ik ben een bubblegum. Ja, love it. Laura. Cheers. Ja. Yeah. En ook many vacations. Heel veel vacations. Het zijn al de maat van, maar we gaan, ja. We gaan hem niet zo. Nee. Is een nieuwe road travel case? Ja. Thank you. Oh, I'm just still finishing it. Thank you. Ja. Dat blijft daar nog lang, niet? DIY. 24 en wel. Sunscreen. Hey, dat is wel een uitvinding. De sunscreen. There's the sun screen up your screenie. Breakfast tea. Ik kom van een andere planeet. Ik ben nog niet geland. Mijn ja. Slaap nog. Wat? Oh.
De birdseas zijn het ook heel zitten vandaag. Dus laatste zin heb ik, hè? Ja, love it. Oh, de vlog. De vlog. Goeiedag. Ja, en ik heb iets heel heks gedaan. Ja, voor mijn 30 jaar heb ik toch nog een keer mijn gekke wilde kant boven gehaald. En ik heb een teenring. Ah, ja. Allee, straks kan ik inzoomen op de teenring. Ik ga eerst naar mijn ontbijt. Wat? Hoe werd dat hier? Ja. We zijn op het strandje. Mooi. Ja. We starten eerst met een beetje fruit voor de vezeltjes. En een beetje thee. En een fruit juice. Niet wat de zever, maar ik ken een cherry with a dick. With a dick? Ja, het is een bal, echt een sack en een dick. Mo sack. Ja, wij. Kun je dat nu geloven? Kijk, ze heeft al zodanig lang geen dicks gezien dat ze er een foto van moet trekken. Oh, alles wat eruit ziet, een dick. De lucky dick cherry. Kijk, klopt zelfs door, perineum met de poep. En omdat je al zo lang geen dick hebt, wil ik dat jij dat opeet to manifest better dick in your life. Ja, absoluut. Maar ik vind het wel spannend, voor het zesde helft. Ja. En dat petje moet je nu meepakken naar huis en planten in je achtertuin en dan ga je altijd dik aantrekken in je leven. De vraag is, wil je dat? Nee. Bibi heeft hier al heel veel zin in eiers. Ze is living her best life met de eiers. Het is wel een serieuze training aan het worden. Maar het moet zijn dat je lichaam daar nood aan heeft, hè? De 4 minuten eiers en er misschien maar 4 seconden in gezien. Ga je jou gaan klaarmaken voor school? Ja? Even eerst even updaten van mijn toe ring. Ik weet dat dat wel een voor kinderen was, maar ik kan hem heel moeten uittrekken. Ik heb ook nog een groen gekocht. Kijk, ik vind het echt heel, heel cute. I love it. Ik heb ermee geslapen. Die teen is lekker gezwollen, maar dat is denk ik omdat ik gestoken ben van een beest. En mijn teen zijn trouwens niet vuil, dat is gewoon zand. Ga morgen mijn groen dan doen. Hier op de allereerste rij. De allereerste rij. En ik denk dat ik nog een little nappy nap ga doen. Wel, ik heb 9 uur geslapen, maar ik ben er echt nog niet bij. En ik ben ook een beetje bloated. Vannacht had ik zo koud, dat was een super fijn dekentje. Ik hoor ook, ik zei Sharon. Ik heb massa's koud en ik was heel aan het trillen. En zie was nog heel in de slaap. Zie, die springt daaruit aan bed. Ja, had het? Wat? Ik had een ding aan, had het. Die loopt daar in de blote door dat donker. Wat? Moet je er 2 in? Ze ziet je dat 2 dingen. Moet je er nog in? Had het? Is het beter? Krrr. Ze pezen zien dat ik Jack was, die van de Titanic heb in die deur ding. Ja, ja. Dat was een nightmare. Ja. Maar ja, het goede nieuws is, ik heb geen frostbite, dankzij Sharon. Die snelle actie is getraind. Maar ik denk wel dat ik nu nog een klein beetje ga slapen. Hier ga ik zeker geen frostbite krijgen. Ja, als dat liggen onder een parasol, is toch ook... Een vibe. Ze is hier dat bed aan het schuiven. Amai, we hebben zo lekker genapt. We zijn er helemaal door. Vrouwen, getting ready, be like. Oh. Op deze gang is het ook gezond voor je haar. Wat denk je? Het is alweer dat ik zei, heat protector. Maar niemand heeft dat mee. Als we er dat zuigen gaan, broek is ook. Heeft niemand van de vrouwen een heat protector mee? Allee, kom niet aan. Ja, ik zit nog. Ja. Wauw! Nee. Ja, ga ik een beetje schminken aan mijn kop gaan doen. Sharon gaat hier de mensen redden op het strand. Loop een keer in slow motion, ho. Ja, dat is het. Ja, we zijn ready to go. We gaan outside of the hotel gaan eten vandaag. Ik call the shots. Ik heb beslist dat we niet meer in buffet gaan eten en dat we Greece gaan exploren. Eet dan de schmink. En we gaan naar Cavo Greca. Greca. In de hoop dat er arbeid. Leven is die zeg. Ja, ambiance. We zitten hier in de beste lighting ever. Wat? Love it. Te wachten op de cab. En ik weet niet waarom dat ik er like, een fetus uitzie. Maar I'm positively a baby. Ik zie er 12 uit. Alles is rood. Die phone case is rood. Ja.
Ik kan dat niet kunnen. Dat meis, die jong en hier, die bonen, overal dat je 50 mocht, heeft namelijk 57, nee, 85 gereden. Ja. Sharon is mega messelijk. Sharon was, kijk, we zitten hier super, super schattig op een bijna verlaten beachbar. Het is eigenlijk jammer, want het zijn mega vriendelijke mensen. We hebben ook een mega lekkere wijn. Dat heb je wel niet in de... In de all-ins Malaguzia. Ik hou zoveel van octopus. Can't wait. Mosseltjes, een mushroom, nog meer calamari. Oh, ik ga kijken, nog een keer veranderen in een calamari. Ja. Dat is nu toch wel echt een thick dripping vagina. Eerst die dik cherry. Zeg maar, die wijn is echt goed. Maar die calamari gaat ook goed zijn. Ja, ik geloof het. Maar kun je dat er echt niet meer in, jong? Nee. Hij is die zelf een beetje gevulde calamari. Zie je daar echt goed? Hij ziet heel Grieks met dat kleur aan. Ik ben een beetje Grieks. Ja, ja. Zijn wat er allemaal Griekse standbeelden met me geeft? Ja. Allee, bedankt. Mijn handen kost niet verder. Ik denk of dat nog liefde. Je sprong lekker het abort. Lieve te zeven, ik duw hem op die knoflook en dat komt daaruit. Kijk. Dat goed. Maar er zit een ding in, ik moet toch niet op duwen, zeg. Maar Anna. Allee. Wat dat daaruit komt. Ah ja, kijk. Dat is, wat is dat, Honne? Die komt er heel uit. Baby. Hier, kijk, moet je een beetje van die... Ja, kijk maar, pak aan mij. Lekker hoor. Ja, ik geloof je. Ja, het is vrij goed. Zeer lekker, zeer gezond. Ja, allemaal hierheen. Die andere komt dan. Grekkoding. Ik dacht dat al fijn was. Ja, omdat dat op de bus stond. Zo, een reizigersbus. En er staat het logo op van een dolfijn. En dan gaat er zo een Grekos. En dacht ze, ah, maar Grekos. Nee. Dat betekent Grieks. Grieks? Ja. Dat is omdat dat hier de zee is. Hè. Ja, maar ja. We hebben er nog geen gezien. Ja, maar ja. We gaan nog niet dieper gaan, oké? Nee. Gewoon hier. Van hier naar Bodrum, maar dan niet verder. Ja. Turkije. Ja. Kom je bij de dolfijn. Ja. Die is er. Maar dat gaat niet meer voor een zee hier. Jawel. Gaan we naar de skybar gaan? Ja. Sharon heeft een dessert te manifest. We hebben dat gekregen van die mensen. Zo lief. You can shake the sand from your shoes, but it will never leave your soul. Dat is wij achter dat we uit de zee kwamen vanmiddag. The sand has not left our soul. We zijn net op bij onze kamer en kijk. Alles zit vol met ants. Ik weet niet of je het ziet, maar... What? Heel die freaking vloer is vol met mieren. Als dat in onze kamer zit? ja, oké, maar ja. Dan gaan we even kijk. Anna. Help! Die muur zit vol met mieren. Wajek. Jesus. Maar dat is niet van ons. Die kamer hiernaast zitten daar twee kinders. Dat zijn die kinders. Kijk, aan de deur zijn er best wel weinig mieren. Jesus Christ. Ga je nu niet komen? Nee. Die muur. Ja, ik zou wel keep it moving, want hij te lang stil zal staan ze misschien bij jou. Ah, hier gewoon een paar. Ja, die ene is alweer weggelopen. Die zegt wat? Ik ben zeker dat je wakker wordt, Sharon, als ze allemaal hier gaan zitten. Ik heb een ei laten maken. Echt goed. Op maat. Ja. Personalized egg. Ja. Zeg, bluf alsjeblieft van die kat. Je weet al waar dat die moest zijn. Ja. Bacon is niet meer zo crispy als like gisteren. Die kaas is wel een ontdekking. Ik weet niet welke kaas dat is. Het is zo feta-achtig, maar anders. Like smoky, fruity. En gisteren had ik twee massa's lopende eiers, maar echt lopend. Ze gingen weglopen van mijn tafel. Dus nu heb ik nu een van 4 minuten en 6 minuten. Want ik denk dat die van 4 minuten maar 2 minuten wordt gekookt. Ga jij nog iets eten? Ik ga nog even een beetje cheesy. Ja. Wij zijn hier weer in Adventure Time meemaakt. Ja. Allee, Adventure Time. We zitten hier, lek 2, verschoppeling. We hadden ons hier moeten redden, maar voordat we bij dat verhaal uitkomen, moeten we back to the beginning. Maar ben ik hier aan het vertellen? Kan ik dat niet vertellen, want die muziek op de achtergrond. Och, ik kan niet vertellen.
Oké. We hebben van alles meegemaakt. We gaan straks vertellen als er geen achtergrondmuziek is. Maar we zitten hier. Massa's car sick, ik. We hebben een hangover. Ja, dat is lekker dat we er hangovers hebben. We kwamen hier zo in onze bikinis. We hebben er hier een saar gehad. Zeg, mogen wij zitten uit de wind? Dus wij zitten hier op zo'n verhoog. Een plek in te pakken. Zeg je nu bikinis? Dat is van bikinis? Nee. Bikinis. Ik zeg gewoon bikinis. Oh, dat is echt big. Ja, met een flasse wijn en ik val heel tijd in slaap. Oh. Want het is een beetje te koud voor op het strand. Maar de zon gaat er duren komen. Maar Sharon is dat manifesteren, ja, ja, dat de zon er duren komt. Hij komt. Hij komt. Maar als er een van de twee deuren komt, is het goed. Ik kom er deuren of de zon komt er deuren. Het is al een van de twee deuren. Deuren. Ja. Maar we gaan voor alles. Veel tomatensaus ligt er daar wel niet op. Hè? Wanneer je nog een beetje fruit hebt. Ja. Fruit. Woe. Wat gaan jullie? Ja, super lief. Dat eten was niet life-changing. Maar het is hier wel echt aan het opklaren. We gaan straks een beetje in de bedjes gaan liggen. Ziet wel niet. Ja, kan ik dat voorspellen. Kijk, we zijn weg. Het is hier met seks, maar dat hebben we er niet gezien. En ik heb mijn haar even in zo'n holly pocket. En ik heb twee massa sweet meisjes leren kennen in het toilet van de UK. De ene haar, ja, en de ene haar rok was gescheurd en zat zo'n lange cycle short daaronder. En I'm sorry, do you think this is weird? En ik zei, girl, no, just don't point it out to people. If I were you, I would act like this is on purpose. Ja. Yeah. Dus, oh my god, they are so gorgeous, they're so mature gorgeous. Girls in the bathroom, dat is iets dat mannen, dat is een ervaring dat mannen nooit van hebben nodig. Nee, heel jammer voor. Maar wij wel. Kijk, we zijn helemaal one with nature. Dat is de toe ring. Du jour. Een goede Griekse crèmerie. Moet dat toch, hè? Abba, dat is een crèmerie, maar ik weet niet wie dat er dat draait. Wij dat is, ze hebben een keuken dat is, ze hebben een toilet dat is daar. Ja. Vertrouw ik dat toch allemaal niet, hè? Ik vind het hier wel cute voor te passeren. Ik heb hier iemand zijn bloemenstruik onteigend. Ah ja, en ik heb ook mijn ding opgetrokken, want ik weet niet wat dat is, maar in Griekenland, dat is alsof dat alleen maar mannen overdag buiten zitten in grote groepen. Waar zijn die vrouwen? Er moeten hier toch vrouwen zijn die al die mannen hebben gebaard? Ja, he. Like, wat doen die overdag? Ja. Die zitten niet buiten hoor, die lopen niet rond, zitten niet op café. Maar ik heb dus dat struikje gevonden. Ik weet niet wat dat is. Dat is like, eigenlijk onze parfum van de Natura. Onze syringe, seringa. Maar in het geel. Maar het ruikt nog anders dan syringa, maar het ruikt wel lekker. Ja, kijk, en we zijn hier. In de center. Runes. Zijn ze jou weer een crème leggen tussen de vent? Ja, maar ja. Ze in die crème, maar niet die vent. Ik zou daar zo graag een keer binnen gaan. Ja. Zo'n onbewoond. Dat is waarschijnlijk ook, ja, dat is gevaarlijk, hè? Dat is heel gevaarlijk. Maar sowieso gaan er daar soms mensen binnen. Ja. Echt zot. Ook zo, wat is er gebeurd tegen dat zo ver gekomen is? Dat vraag ik mij af. Dat is toch nog. Zijn die mensen die daar wonen gewoon weggegaan? Of? Check het. Ja, sowieso is er iemand eigenaar. Maar ja, als dat iemand is zonder kinderen en die sterft, of I don't know, die raadt de boot. Ja, nee. Cute. En hier al mega veel, kijk, daar is er een piratenschip. Dat is hier zo uit de pirates. En hier is ook alles in piraten. Maar volgens mij kan je daarop, dat zijn zo van die attractions. Een restaurant. Maar ja, een restaurant is misschien een groot woord, maar like, dat ziet er bij het Luna Park uit. Kijk, we hebben toch een klein beetje authentieke dingen gevonden. Ja. Dat blauw, dat is echt zo van Hercules. En we gaan even naar de kerk. Moet je een riem in? Even kaarsjes branden. We hebben een kaarsje mee, we hebben al die kaarsjes weer aangestoken. We hebben ervoor betaald, we hebben dat niet geript. En die gaan we meepakken naar huis. Dat is goed. Moet je mee dan? Dat is hier mega, mega cute. Zo'n marktje binnen. Lovely. Dat is zo lekker, dat was mijn kinderdessert altijd. Dat heb je ook? Ja. Wat heb jij? Heb je ook dezelfde? Ja, dezelfde. En dan heb ik een kleine lipbalm. En ik heb tzatziki kruin en jij hebt sesamkoekjes. Als er nog dingen zijn. Met die zuilen. Waar dat het atrium was. Ik zit in de kamer en ik zie dit op de grond liggen. We hebben toch een res... What the fuck is er met die camera? Dat hangt helemaal open.
Oh, dat is wel echt very nice. Het is door de piekhol, kijk naar die camera. Nee. Er is iets mis met die camera, we hebben een reservation. Oké, goedemorgen. Vandaag is onze laatste dag. Oh, we zien ons nu aan het klaarmaken om te ontbijten, naar het zwembad te gaan. En zo een dress voor erover van Aces. Ik ga hier rap iets aan mijn haar doen. En dan kunnen we snel gaan ontbijten. It takes a village. En hier ben je hairspray? Nee, wij. Maar ben één. Kijk, nee, tuurlijk heb ik dat niet mee. Maar je mag geen spray meepakken op handbagage, sowieso niet. Ik ga straks de debrief geven van gisteren, want dat hebben we niet gedaan. But it's coming. Rune heeft even mijn vlecht gedaan. Alrighty. Check die birds, hier zitten. We starten weer al met fruit. Ik ben hier even mijn grapes aan het keuzen. Want die zijn helemaal nat. En ik wil dat niet. Ik weet niet, ik weet nooit zo in welk water is dat gewassen, wie heeft er dat gewassen, met een pot heeft dat gelegen. En ze erop gespuugd omdat ze wilde job gaan. Zoals dat je ziet ben ik echt amazing company. Sharoon is going all in met de cream cheese. Ja, ik weet het. En de bread. En de toast. Ja. Cute. Was dat voorgemaakt, dat toastje, of heb jij dat gemaakt? Nee, dat is voorgemaakt. Ah, ik ging anders zeggen. Amai. Je cooking skills. De prijzen bovenhaald. Dat gaat zeker niet lopen, ze niet. Maar dus gisteren was ik aan het werken op mijn laptop aan het zwembad. Een uur en een half. Chilly willy. Ik keek ook heel de tijd naar de tijd op mijn laptop. En Sharon, ja, we zullen toch beter vertrekken, nee? Dan gaan we zeker op tijd vertrekken. Mag ik wezen? Nee, natuurlijk. Waarom zouden we niet op tijd vertrekken? Ik heb heel de tijd in het oog. En omdat ik zeg, ja, maar gaat hij in een taxi wel wachten? Deze meneer en nog een uur en 10 minuten. Het zou wel zien dat hij gaat wachten. Ik zeg, die wil hier nog verzekerd zijn hele outfit change, a full glam look, a shower in de kamer doen. Maar de tijd stond dus niet juist op mijn laptop, dus het was een uur later. Dus wij hebben nu fruit naar onze kamer, een laptop verstoppen onder mijn sjaal. Tjoep, 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 fruiten naar de taxi. Voor ik naar buiten kom in die beachbar dat we gisteren gedaan hebben. En dat vrouwke in die taxi was heel de tijd die radio aan het verzetten, maar echt zeker 80 keer geklikt. 100 keer geklikt. Zeg, die had de tikkie. Maar het was niet dat ze een tik had, ze wilde gewoon ding opzetten. Gebabbel. Radio gebabbel. Ja. Ik zeg ja, allez, vertel het. Hier een prijzen, beetje muzika. Ik kwam heel aardig in die auto, ik was zo misselijk. Dat was 50 minuten rijden, 3 kwartier. We stakken daartoe, alle twee. En een bikini dat weer was nog heel afgekoeld. Echt zo ziek, klein hond. Heel verwaaid. Water, wine. Ook heel aan het bevriezen, we hebben ook zo niks mee voor boven onze kleren. Dus zitten we er daar in die wind te verkleumen. Ik heb daar een kat. Dat is het meest trendy dingetje hier, waar iedereen dus altijd naartoe gaat. Ik zeg, ja, mogen wij daar zitten? Kunnen we zitten aan de bed, zo een beetje verstopt van de wind? We hebben daar handdoeken gehad. We hebben ons gedraaid in die handdoeken. Ik was naar heel aan het wegzakken, want zo die misselijkheid, dat zat in mij. Vorige week zijn we naar het zuiden van Frankrijk geweest. En wij zijn van Aguin naar Cannes gereden, over die kronkelde wonkelwegels. Ik was nog zo ziek, een hond. Ik kwam buiten, ook brrm, die zon op mij. Dus ik ben al, like, al heel de tijd van weg te zijn, al heel de tijd misselijk geweest van in die auto. Dat is ook niet. Ik krijg graag zelf in mijn eigen auto. Ben ik een goede chauffeur? Nee. Maar ik word niet misselijk als ik zelf rijd. Maar dus ook in al die auto's, en iedere auto heeft ook zo een geur en een rijstijl. En wij lagen daar heel ingezakt. Maar. Thank you. Thank you. Yes. Ja, dus in ieder geval, wij zaten, we hebben daar 5 uur gezeten, we hebben 2 flessen wijn gedronken. Lekkere Griekse wijn. Dat was lekker. En wat hebben we gegeten? Een pasta met kaneel? Ja, pasta bolognese, maar het was met kaneel. En ik had een slaatje, want het was lekker sla. Allee, het was avocado en shrimp, ik had wel zin in avocado. Dit is hier ook niet aan het ontbijt. Ik heb nog geen avocado's gegeten. Ik dacht, het is mijn time to shine met de avocado's. Ik lag daar 3 schalen avocado op.
700 gram sla. Dat is ook graag ijsbaar sla, maar het was geen ijsbaar sla. Het was een bittere sla. Oh, first world problems. En dan hebben ze ons nog een fruitpla gebracht, omdat ze zagen dat we like, nog chicken wings aan babe stelt. En fries. En dat we onze pasta en sla niet aan opgegeten. En hebben we lekker focaccia gegeten. Ons omgekleed, of hij omgekleed. Ik heb nog girlies tegengekomen in het toilet van de UK. En dan zullen we gaan wandelen in de stad. On the beach. On the beach eerst dan in de stad. Dan zijn we ja, naar huis willen keren. Je vindt daar dus niet zomaar een taxi. Ik bel naar die man van gisteren die ons had gebracht van het restaurant naar het hotel. Je kunt dat niet. Je moet allemaal gaan staan op de fucking Dolphin Square. En een reeke mensen, maar echt 50 mensen die allemaal een taxi moeten nemen. De begon te spetten. Ik vond het heel hard. Oh sorry, God. Maar ik kijk op reis ben. Ik wil een comfort. Ik wil chak chak chak. Ik wil niet like to each their own. Maar ik wil niet exploren in de zin van gaan staan in een reeke van twa. Ik kan het niet uitleggen, maar dat is echt. Je zit dan 10 dagen weg op een jaar en je moet dan in een fucking rij gaan staan voor een fucking taxi. Ik heb geen vork. Oh. En in die taxi, dat was een vent. Ja, dan kun je babbelwater gedronken. Ik was dan van alles aan het vertellen. Ik was hem niet echt Engels. Maar hij was sympathiek, maar hij zat hem ook al zo van alles te tonen. Heb zijn scherm van zijn auto. Heb zijn gsm, zo zegt hij, je moet nog vanavond naar een vineyard. Zeg meneer, meneer, het is 8 uur. Ik ben weer aarde aan het komen in die auto. Ik wil niet meer naar een vineyard, hè. Ik was hem te zeggen dat dat kun je koud is voor de Grieken. Dat is gewoon weer is. Dat morgen gewoon weer gaat zijn. Was hem dan zo op zijn gsm, die weer app, al van alles te scrollen en te tonen. Heb die kronkelde wonkelwegels. Van alles bij hen tonen, dat is dat, maar dat zegt me niks. Ik zie ik alleen maar wasteland, zie ik bergen, heuvels, steen, droge planten. Ik weet dan niet wat dat hier is. En dan dacht ik, ja dat is een, de castle. En ik ben aan het kijken naar die castle. Toen ik een castle. Ja, die is yes, maar het is burnt out. De castle is burnt. Ja, en er was geen water. Ik zei, oh nee. Zo erg. Hij bleef helemaal die kastel tonen en hij riet, ik weet niet hoe dicht bij die rand, maar omdat hij hem heel tijd goed had, begint hij ook die chauffage op te zetten. Dus ik kom al rap slecht in nood, toen ben ik aan het kijken naar die kastel. Fearing for my life. Ik voelde dat als een warme wal. Ik zei, did you turn off the AC? En hij zei, yes, it's very cold. En ik, nee, I need cold. I will throw up in your car if it's not cold. Dus, please. Maar we zijn er geraakt, hè. Ja. En we kunnen vroeg in ons bed gaan liggen. En nu zijn we terug. Ah, en er is massa's goed nieuws. Maar ik heb het al verteld, denk ik. Dat we reservation hebben vanavond. Ja. Voor de grill. Ja. High five. Ik ben echt sad. De eerste dag was het de perfecte, crispiest, the most delicious bacon. En nu al 2 dagen is die zo niet helemaal bacony. Nee. En kijk, dat zag er zo lekker uit. Dat was rijstpap met kaneel. Ja, nee, ik ben nu niet met kaneel. En ik doe die pot om, klaar om in te scheppen. Ik ruik zo massa's bloemkool. En ik zie zo, dat zit in zo'n ronde pot. En dat is de ene helft is bloemkool, de andere kant is rijstpap met kaneel. Maar nu ruik ik dat wel naar freaking bloemkool. Ik ga een keer proeven. Weer de 4 en de 6 minute eggs. Ik heb nu terug de 4 minute eggs genomen. De eerste dag had ik de 4 minute eggs en die waren snotty snots. Maar snotteiers tot en met. Dan had ik de dag erachter een 6 minuten eitje genomen en die was vol gekookt tot en met. En de 4 minuten waren oké. En nu heb ik dus weer de 4 minuten mee en we gaan kijken wat ze oké zijn. Ik ga eerst een keer proeven van die rijstepap. Maar hij ruikt wel echt naar bloemkool. Ja. Dat was lekker. Moet ik je proeven? Ja. Oh. Ja. Het is rijstpap met kaneel en bloemkoolgeur. Kijken of dat mijn eieren goed zijn. Ik heb benieuwd. Ik ben surprised dat ik het zien vandaag. Ja. Is die goed? Amazing. Ja. Goed. Ja, heel goed. Oké, dan kom ik maar. Thank you.
ja, de bacon. Ik eet heel graag bacon, maar dat moet echt voor mij zo super crispy zijn. Dat is een beetje. Ja, kijk, het is eigenlijk zelfs een klein beetje te ver voor een 4 minuten eitje. Maar kijk, dat, it keeps me on my toes, hé. Elke dag is een verrassing. Wat zal het zijn? En? Ja, het is zelfs een ietsje pietsje te ver. Te veel, hè? Nee. Maar dat is niet erg, het is lekker, het is super lekker. Het is nog smeuigachtig. Ja. Ben je blij met je pannenkoekje? Ja, maar ik vind dat wel heel dry als ze. Taste test? Ja, de taste test. Is het lekker? Ja. Ben je blij? Ja. Met een nootje erbij? Ja, een nootje is altijd lekker. We liggen terug hier op het strand en we hebben Evian gaan halen, een winkeltje. Ijskoud. Niks dat beter is. Evian is echt het beste water dat er is. Ja. Even een quick lunch. Anna is hier heel de historie van Koz aan het opscharrelen. Los van de historie van de mythologie. De, de mythologie. Eigenlijk is dat hier even ook gezeten. En je hebt hier gevochten met een herder. En hij wil gewoon een schaap kopen. En die man zei: nee, ga moet vechten met mij voor dat schaap. En toen alle maten van Hercules zijn beginnen vechten. Al de mensen van Kos zijn beginnen vechten. Like, toxic male culture. En als je hier nog één dag rondloopt, ga je ook bij hen vechten. Nee, maar I love it here. I love it here. I love my company vooral ook. Oh. Maar het is niet heel de hazeme vibe. Nee. Ik zit nog liever in een Airbnb'tje. Heel alleen. Weet je wat het is? Het is hier heel veel volk. Heel veel mensen met slechte manieren ook. Mensen die er vullen uit laten slingeren en doen en onbeleefd zijn en doen. We hebben wel de sparkling wine. Ja, het beste hebben we dat dan niet. Ja, dat is goedgekeurd. Maar ik vind dat ook niet. Dat buffet. En, allee, ze zeggen met dan al die restaurants. We zitten hier al dagen en dat. Maar vanavond hebben we reservatie. Ja, je best, hè? Een goede afsluiter. Ook nergens een ding is, hé. Een security. Hoe zeg je dat? Zo'n zwembad security? Hoe noemt dat? Ja, een lifeguard, hé. Kijk, ze zien die niet eens. Hij is opeens die ventje. Dat ventje die is een rood t-shirt loopt. Maar dat is het niet. En over ventjes hier rondom, wij worden hier ook al heel de tijd achtervolgd door een gast. Ja, kort inderdaad. Hij was dan like een of andere, I don't know, savage aan het roepen naar ons. Twee keer. We hebben dat genegeerd. En toen is hij ons stiekem beginnen achtervolgen overal. Ja. Stiekem ook naar de winkeltje. Overal waar wij liepen, liep hem ook zo stilletjes rond. Dus niks kopen, gewoon rondlopen. Super creepy. Vandaag hebben we gezien dat hij er nog altijd zit. Like, jong toch. Maar en vorig jaar had ik hier alleen gewoon dat ik van niet in last heb. Maar pijn is dat ook is omdat ik very closed maar, off zit. Je moet rekening houden, dat zit hier ook nog niet super lang, hè. Die dingen, zo, dat toerisme is zich aan het ontwikkelen. Is dat die man in de taxi zei van dat toerisme? Omdat er een hele strenge controle is op wildervee. Dat ze niet zomaar kunnen dingen produceren, like melk en vlees en dingen. Mm-hmm. En, dat heel veel water is heel duur voor farming, dus dat er heel veel in toerisme nu met mensen werken. Zijn dat investeerders die hier van die resorts zetten? Of ik weet niet hoe dat allemaal zit, maar sowieso, er is meer toerisme en er komen ook meer mensen in. Hmm. Die gaan ook aan marketing doen, zo al die resorts. Ieder jaar gaat dat meer en meer. Ja. En dus het is drukker iedere keer. Inderdaad. Maar er is hier geen muziek ook. Nee, geen vibe. Iedereen zit hier ook. Er is hier geen ambiance. Het is niet bruisend genoeg. Nee, het dat mag iets meer bruisend zijn. Ik wil ook meer dansen. Dus. Maar wij hebben de best company, hè? Ja, best. Ja, best dan we mag horen. Maar ja, en ook, het is niet erg, het is niet slecht. Het is niet slecht. Maar het is niet life-changing, het is niet groundbreaking. Maar voor dat geld dat we betaalden, kunnen we daar eigenlijk ook niet over klagen. Nee. Het was echt wel heel goedkoop. Ja, en het is perfect dat voor een beetje te zonnen. Even weg, naar de zon, ja, inderdaad, de zonnen te doen. Maar het is niet. En ook als je naar het centrum gaat, betaal je ook best wel veel voor de taxis uiteindelijk. Dus uiteindelijk zit je dan toch beter in het centrum bij alles. Maar het is ook niet dat er in het centrum zoveel is. Eigenlijk ga je beter naar een ander eiland. Hè. Ja. En ik zei het van eigenlijk als we zo nog een keer zo'n little trip doen, doen we gewoon een car trip en doen we Airbnb en doen we zo alles zelf. Ja. En zelf koken en zo. Ja. Zonder mensen en. Ik voel het al. Ik voel het. Ja, voel je het? Ja, ik voel het. Ik kan even, don't mind my hair by the way, ik moet echt gewassen worden, maar ik voel de vibe voor onze volgende trip. Zo een Airbnb in Italië, een huisje, we zijn met onze eigen auto, kunnen we zo alle borden meepakken en alle trinkets, alles dat we maar willen. Gewoon een borden voor thuis uiteten. En dan kan Sharon, als we mijn ventje mee, zo'n local, op zijn vespadje.
een beetje gaan vogelen en je kunt dan bordjes gaan shoppen. Oh, ik zie hier niet uit daarom. Ja. Zie het zitten? Ik zie het heel zitten, ja. Zij is het. Er zit hier een spin in de kamer. Ik heb gezegd, we gaan hem niet dood doen, we gaan hem buiten steken op een papiertje. Kijk, zij is al de exit aan het voorbereiden. I am? Dat springt. Maar dat is rap, Anna. Kun je dat niet pakken? Maar kun je dat wel pakken? Maar nee, dan zit er een glas boven, hè? Ja. Nee, je moet er een glas boven zetten, omgekeerd, dan moet je daar papier onder schuiven. Papier? Ah! Dat is het. Maar er is geen papier. Maar glas, een glas, eerst een glas. Ja, maar een papier. Ja, maar pak dat papier van de laundry service. Dat ja. Is heel zwak papier. Dat is niet erg, ik bloot dat in twee. Maar dat is fijn dat hem vliegt. Maar dat kan niet. Zet dat glas erop. Dat kan je. Dat kan je zeker. Easy peasy lemon squeezy. Dat is super goed voor je karma. Ja, en nu moet je dat papier dan onderschuiven. Tom. Dat kan ik eens zien. Dat is gelukt. En nu? Is dat agressief antwoorden in de meeste? Nee, tuurlijk niet. Zet je hand er wel volledig onder, hé. Ja, we zijn nu klaar voor onze last dinner. Ik heb een slut dress aan. Sharon heeft haar fairy dress aan. Mijn haar is super vettig, maar lustert. Ik ga dat hier niet wassen. Ik heb wel een goede shampoo mee, maar ik heb geen producten mee. Dus ik wil het lijkt dan van de eerste keer dat ik het was volledig verzorgen. Ik ga dat morgen doen als ik thuis ben. Ik ben toch rond de middag thuis. Bon chance, pal. Eindelijk in onze dingen. De laatste avond was ongelooflijk heen. Het is toch gelukt. Ik zit hier met die beeswax in mijn haar. Maar een klein portietje. Dit is zo vlakjes. Oké, it's the last day. Ik zit hier in mijn Crocodile Dundee outfit. En we hebben alles ingepakt. Ik neem nooit meer iets mee zonder wieltjes. Bed me nog meer opgemaakt. Alles empty. En... alle handdoeken op een hele grote berg. Are you ready to go? Ja, heel gereed. Mijn zak en jouw top zijn helemaal matchy. Ja, ik probeer nu 20 tot 30 soorten vezels, soorten products te eten voor zoveel mogelijk verschillende prebiotica, verschillende soorten vezels te hebben voor mijn microbioom, voor mijn gut health. Dus nu heb ik er al 12. Nee, dat was het enige stuk dat ik gevonden heb. Ik heb één heel goed gebakken stuk gevonden en ik ga kijken of dat mijn eitjes effectief 4 minuten zijn vandaag. Taste test. Is je yoghurtje lekker? Overcooked. Elke dag is de verrassing. Keeps me on my toes. We zitten terug op de transfer en het is een busje. Kijk, er staat een kinderstoel. Oh, dat maakt mij happy. Amazing. Happy, happy, happy. Ik ga dan straks een keer tonen wat ik mee heb van de duty free. Ik heb een chicken tiki besteld met mango chutney en hier dat ander. Yummy! We zijn bijna in de hal, toen ik kijk naar de haarproducten. Voordat we vertrokken hebben we het opgezocht in het Twee Racing. We gaan dat hier even de olie. De shampoo en de conditioner. Ik heb thuis nog een keer even die olie op ons haar smeren. Jij maar eerst. Ja, ga je mee verzorgen? Dat ruikt wel heel goed. Ja? Ja, ruikt zeer goed. Ik mag er veel in doen, ik moet toch was. Ik heb een kleur. Dan heb ik mijn mama. We hebben ook een hol, maar we kunnen hem niet doen, want er is geen plaats om dat hier te zetten. We gaan dat doen in de auto. Hier staan we vooral. Ah. Spider-Man, Dame Holding, met knoblook. Pistachios. Ik had deze gekocht in Cannes op het vliegtuig. De Bum Bum Cream is van hetzelfde merk, maar ruikt super goed. En nu heb ik hem nog een keer in een grotere gekocht. En ook een andere die meer vanilla ruikt. En dat is Heerly de Beerly. Wait a minute. Van Nuts. Een honey lip care. Deze is echt delicious. Dit is gewoon echt letterlijk honing.
Oh my god. Ik heb een clip gedaan. Ik zie echt wel heel tappen. Dat is een van mijn favorietste. Dat is niet zo'n woord. Mijn favoriete parfum is van echt al super lang geleden. Ik denk zelfs van toen ik nog in school zat. En die hebben ze bijna nergens, maar als ze die hebben, is dat meestal op een luchthaven en meestal met massa korting. Dus ik heb daar maar 30 euro voor betaald. Kan ik er zo mee? Kan ik dat de mensen hier niet verstijgen? Nee, die vlieger, maar dat is een cent. Oh, ik ruik dat zo graag. Kijk, dat is tot nu toe onze hol. En dan hebben we nog iets. En dat kende ik nog niet. Lucky Yellow. Combo's, ja, wat er haar Lucky op staat, say no more, hey. Ik moet dat echt. Mango Skin, mega zoet, maar ook mega lekker, maar die Dear Polly rookt amazing. Kijk hoe mooi die doos, sorry hoor. Oeh. En er zit een brief bij. We made it out alive. Nu terug in de auto. En snel naar huis. Oeh. Hallo. Hallootjes! Dag vrienden! Cadbury! Cat! Kadoesje! Hallo, dag schatje! Dag kadoeslieboes! Dag kadoeslieboes! Kadoes! Donald! Mama is terug! Maak een zoen van jou! Oeh! Amai! Jullie zijn zo hekkies. Wil je jouw cadeautjes zien? Ja. Cadeautjes? Cadeautjes? Ik ben de cadeautjes niet vergeten, hoor. Oké. Okay. Allee, daar niet, hè? Maar ik heb een voor jou. Ga je dat open doen voor mij? Ga je de valies uithalen? Ja. Ga je helpen de was te doen, hè, mama? Ik heb al de andere van, dus moet nog iets lopen. Dat vind ik nu wel een heel dorp. Ja, maar het was vanuit, het was echt super warm. Dat is mama haar valies, schatje, dat kan je niet uithalen. Ik heb de open gedaan voor je. Dank je, schat. Ella! Huh? Is dat voor jou, denk je? Is dat voor iemand anders? Is dat voor papa? Oh, nee, van mij! Niet zo roepen, vriend. Van mij! Wacht, schatje, mama gaat dat hier al een keer in de was gaan doen. Wat mag ik van mij? Kijk, alles gekregen dat ik heb. Alles dat jij gekregen hebt? Ja, daar wil je zeker mee spelen. Mama gaat dan haar haartjes wassen en dan kan je lekker spelen. Maar dit, oh, maar dit heb ik ook al plastilien, maar ook Spiderman gekregen. Plastilien, zegt hij, dat is in het Russisch. Plastilien. Plasticine in het keus, schatje. Plasticine. Deze is voor papa. Ga je het aan papa geven? Yo, Buzz Lightyear. Kijk. Donald dat lijkt een beetje op Donald. Donald Duckje. En een Donald Duckje. Ja, Donald Duck had ook iets. Een schelpend schildpad. Die lijkt op jou, hè? Moeder uit Ditto. Dat ben ik, hè? Kijk, een armbandje voor jou. Kan je ook op je voet doen als je dat wil. Ja, dat kan ook op mijn voet, toch? Moet ik hem op je voet doen? Ja. Kijk, dat is allemaal bandjes voor jou. Ja, kan ze hierin bewaren. Deze is van mij. Ja, deze wil ik heel graag. Hè? En deze ook. Zal ik deze, welke zal ik aandoen voor jou? Deze. Maar ja, wacht even, schatje. Ik ga dat met het papiertje en deze afdoen. Is ook voor mij. Geef mij een kleine poepiehand. Mag ik op de linnen spelen? Plastelinetje. We hebben veel op veel aan wachten. Dit is Donald Duckje. Ben je blij met je cadeautjes van mama? Ja. Ja, ik ben ook blij dat je mama, welke heb ik dat ook gedaan? Toch, twee armbanden heb je. Ja, die is ook van mij. Hey, ook van jouw schildpad. En die andere ook aan doen. En toon een keer, wat hebben we dan? Een mooie... Een beetje te groot ligt hier. Ja, het is een beetje lang, hè. Het was niet erg, hè. Van mama is het ook zo lang, kijk. Kan je dat uitzien? Ik kan toch een keer je voet. Op je voet, joh. Om zo'n mooie voet aan, man. Mooi, hoor. Kadoes. Vind je dat ook mooi? Vind je dat ook mooi? Ik heb intussen mee gedoucht. Oh, fresh hair. Die shampoo is trouwens absoluut life-changing.
alles in de was gegooid. En dan gaan we nu vertrekken naar de car. Ik heb mijn birthday shoes aan van mijn verjaardag geweest. Maar dat ziet er hier niet uit. Ja, met de toe ring. Toe ring ring. Thanks for watching the vlog. Ik zie jullie de volgende keer. En bye. Donald, zeg je bye. Bye.